Goedenavond allemaal. Welkom bij Grijp je kansen. Fantastisch om dit samen te gaan doen. Soms inderdaad de techniek een beetje spannend, want nu gaat het niet naar het volgende plaatje. Eens even kijken hoe dat komt. Daar doe ik hier iets fout, denk ik. Ja, op deze manier wel. Nou, doe het. De afstandsbediening werkt niet, dit wel. Goed, hoe haal je het beste uit dit webinar, beste mensen? Ten eerste dat we ons allemaal dankbaar voelen dat we dit anderhalf uur met elkaar mogen gaan doen. Ten tweede wil ik je wijzen, je ziet allemaal rechtsonder een chatbox staan op je scherm. En ieder moment dat je daar iets in wil schrijven, ben je van harte welkom om dat te doen. Dat is de hoofdreden dat Paul, ik ga hem nog even bij, Paul Stolk, een van de drie mensen met wie ik samen met Paul, Menno en Mark de hele e-business opstart. Ja. Daar maar Paul erbij is, om het allemaal te zorgen dat het technisch loopt. Zodat je wat papier bij de hand hebt, of je iPad of wat dan ook, om aantekening te maken. Er komt heel erg veel langs. Doe alsjeblieft je telefoon uit, uiteraard. Wees 100% focus. Ga echt vol samen met mij voor dit webinar. Je kunt steeds vragen stellen. Ze kunnen dat testen. Dus begin maar eens een paar mensen die een vraag stellen of hallo. Zeggen wat dan ook, dat we in de chatbox kunnen zien of dat allemaal functioneert. Dus schrijf maar even iets. Wie dan ook. Even kijken wat er binnenkomt. Ik zie nog niets binnenkomen. Het is altijd spannend of iedereen inderdaad dit dus hoort en ziet. Dus schrijf gewoon even dat je mij goed kan verstaan. Of het geluid goed is, wat dan ook. Dat we dat even kunnen checken of dat inderdaad werkt. Daar komt nog niks binnen, Paul. Dat is wel apart. Show answered questions. Eventjes aan. Check. Ongetwijfeld zullen mensen nu een vraag invullen. Maar dat komt nog niet door. Ja, ik zie de berichten. Ja? Ja. Komen berichten binnen? Ja. Ik zie ze niet, klopt dat? Blijkbaar. Als jij ze maar ziet, dan krijg ik ze wel van jou door. Ze verstaan je goed. Ze verstaan me goed. Oké, nou, fantastisch. We zullen twee korte pauzes doen, iedere keer na een klein half uurtje. Direct na de pauze zal ik vragen ga ik dan beantwoorden. En we gaan er gewoon een heerlijke avond van maken. Nogmaals, bedankt dat je hier bent. Ik heb speciaal mijn coaching shirt aangetrokken. En ik ben er weer helemaal klaar voor. Oké, nou mensen, zoals je iets doet, zo doe je alles. Dus of je op tijd op dit webinar bent, of je inderdaad gaat opschrijven, of je gefocust blijft, of je op tijd op afspraken komt, of je altijd, wat je ook doet, zoals je iets doet, doe je eigenlijk altijd alles. Dus als je in situaties een kans ziet, zul je bijna altijd een kans zien. En als je een situatie een bedreiging ziet, zul je altijd een bedreiging zien. Het heeft te maken hoe als het ware je mentale en emotionele spieren getraind zijn. Een aantal dingen die ik zal zeggen, kun je ook terugvinden op onze website. In de wekelijkse vlogs die ik stuur. Iedere week, gedisciplineerd, dinsdag gaat er een vlog de wereld in. Mocht je dat nog niet meemaken... Nou, abonneer je dan op de nieuwsbrief, maar de meeste van jullie staan erop, kan ik zien aan de namen. Maar dit is een belangrijk uitgangspunt. Maar je kan dat veranderen. Je kan je spieren door te trainen, spieren die meer een tegenslag in niet zien, veranderen naar spieren die juist een kans in niet zien. Een techniek die ik gebruik in coaching is de wiffle. En die wil ik eigenlijk jullie allemaal vandaag suggereren om constant te gebruiken. Niet zozeer in deze meeting, maar in alle meetings die je hebt. Wiffle staat voor What I Feel Like Expressing. Of als je een gesprek begint, waar dan ook, deel dan heel kort met elkaar hoe je je voelt. Vaak weten we dat helemaal niet. Door gewoon te zeggen, ik voel me goed, dit vind ik spannend. Heel spannend. Het is ruim 2,5 jaar geleden dat ik de laatste keer een webinar gaf. En de reden kom ik zo nog wel eventjes op terug. Want het opnieuw te doen is gewoon een bepaalde spanning. Maar ik voel me ook ongelooflijk excited dat ik dit weer mag doen. Want ik ben helemaal in cyberspace. Ik doe een heel groot gedeelte van mijn activiteiten in cyberspace. Met video's vooral, met coaching. Ik coach een aantal mensen. 1-op-1 gaat altijd met Skype. Zelfs als ze verder in de straat wonen, wat in dit ook werk zo is, gaat het toch via Skype, omdat je elkaar allebei kan zien. Maar wat je ook doet, begin met What I Feel Like Expressing. Works magic. Geloof niks wat ik zeg. Dat is de enige manier om erachter te komen of het werkt, door er natuurlijk mee aan de slag te gaan. Ik stel jou de vraag, wat is de ideale uitkomst van dit webinar? Schrijf het op. Voor degenen die het willen,
Vul het in de chatbox. Dan kan Paul het ook bijhouden wat daarboven komt. En kunnen we daar in de volgende delen ook rekening mee houden. Wat is de ideale uitkomst van dit webinar? Heel even de tijd voor jezelf om dat op te schrijven. En wees daarop gefocust. Goed, we gaan verder. Door dit hele webinar heen zal ik steeds praten over het verkeerslicht. Een heel bekend beeld voor velen van jullie. Namelijk, waar ga ik mee stoppen? Waar ga ik mee door? Waar ga ik mee starten? Het is een bekend instrument uit de HIT Experience, waar we vanavond helemaal niet mee aan de slag gaan. Maar constant, welk thema het ook is, stel jezelf de vraag, waar ga ik mee stoppen? Waar ga ik mee door? En waar ga ik mee starten? Einde van een meeting, einde van een dag, naar jezelf toe. Als je een liefje thuis hebt, vraag het aan je liefje, vraag het aan je kinderen, vraag het aan wie dan ook. Waar ga ik mee stoppen? Waar ga ik mee door? Waar ga ik mee starten? Begin nou eens en laat mij over 3 weken weten. 3 weken achter elkaar, doe dit. Gebruik dit een aantal keren per dag en ik durf je te garanderen dat je in een opwaartse spiraal komt waar niets en niemand je meer uithaalt. Als je dit doet, grijp je constant kansen die op jouw pad komen. En als je dit niet doet, wil niet zeggen dat de kwaliteit van je leven omlaag gaat, maar het blijft wat sudderen. Het blijft wat rustig doorkabbelen. En ja, maar als je leven helemaal stilstaat, als je niet groeit, dan ga je dood, is wat Buckminster Fuller ooit zei. En ik ben het daar compleet mee eens. Je hebt geen andere kans dan te groeien. En dit instrument, het verkeerslicht, is een ideale manier om te blijven groeien. Waar ga ik mee stoppen? Waar ga ik mee door? En waar ga ik mee starten? Gebruik dat op ieder moment dat je wil tijdens dit webinar. Nou, dit is een bekend radiostation. WIIFM. Dat is nog een woorddingetje natuurlijk. Iemand die weet wat het is, laten we eens kijken. Of iemand invult die weet wat dat is. Kijken of wat daarop binnenkomt. Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, ja, WII. Wat nog meer? Wat zien we nog meer? Ik zie een aantal dingen, oké. Waar het vandaag hiervoor staat is, what's in it for me? Dus alsjeblieft dit hele webinar, wees een keer helemaal lekker bij jezelf wat dit voor jou betekent, hoe jij beter je kansen kunt grijpen. Dit webinar gaat niet over mij, het gaat niet over Paul, het gaat niet over al die andere tientallen mensen die meedoen. Het gaat vanavond puur om jou, wat jij hier uithaalt. En wat jij uithaalt in termen van, in Engels zo mooi, profit, people, planet, daar wordt alles op afgemeten. In Nederlands, muntjes, mensen en milieu. En als we straks praten over de 5 kapitalen die jij en ik hebben, ga ik vooral primair praten over muntjes en mensen. Muntjes en mensen. En dat bepaalt vaak of iets succesvol is of een falen is. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. In relaties, hoe je met ziektes omgaat, hoe je met verlies van mensen omgaat. Ik ben op dit moment midden in het schrijven van mijn nieuwste boek. Dat heet, is het een tegenslag of juist een kans? 27 mensen, externe mensen, schrijven daar ook in. Ik geloof, Erik, dat jij er ook bij bent. Fantastisch man, een van de mensen die schrijft. Iris heb ik ook op de lijstje staan, die samen met Rudy een stuk geschreven heeft. Allemaal mensen, Arco van Braken, Ralf van Hessen, Peter Faber net vanmiddag geïnterviewd. Legio mensen, allemaal mensen die enorme tegenslagen hebben gekend. En die allemaal het principe hebben, en dit is een beetje een tegelwijsheidje, maar ik voel dat in het diepst van mijn ziel. Wat er ook gebeurt, niet te lang getreurd, actie is aan de beurt. Als je geen actie neemt, lieve mensen, gebeurt er helemaal niets. Dus het leven geeft jou vele mogelijkheden, ga je richting succes of richting falen. Dan wil ik eerst hier eens even met jou stilstaan bij 5 kapitalen. Je kunt een familie zien, een organisatie zien, een bedrijf zien, een land zien, als het ware, als communicerende vaten. Ik zei net muntjes, mensen en milieu. En eerst maar eventjes muntjes en mensen. Nou, 5 kapitalen. De meeste mensen, als je over kapitalen praat, denken aan het financiële kapitaal. Dat is zo. Dat is er 1. Maar daarnaast, minstens zo belangrijk als je daar wat langer over nadenkt, maar dat kan voor jou verschillend zijn, is hoe is het met jouw kenniskapitaal? Jouw kennis en ervaring. En terwijl je luistert en mogelijk meeschrijft, of ideaal is natuurlijk om met je smartphone, die wel bij de hand hebben, maar te gebruiken puur om plaatjes te schieten van hier. Of doe gewoon een screen, noem je dat alweer? Screenprint?
Een screenshot. Hou dingen die je goed vindt. Hou ze vast. Fotografeer ze. Wat dan ook. Overigens, voor ik het vergeten te zeggen. Heel veel mensen me benaderd dat ze er vanavond niet kunnen zijn. Om alle redenen. We nemen dit webinar op. En we zullen dat volgende week nog een keer in de e-mail neerzetten. Zodat iedereen het rustig en opnieuw kan bekijken. Financieel is één kapitaal. Een tweede kapitaal is je kennis- en ervaringskapitaal. Waanzinnig belangrijk. Ik vind het heerlijk nu ik 63 ben om wat ik in mijn leven heb meegemaakt te delen. Huub van Swieten in een testimonial bij de Kantcollectie, waar ik straks nog wat dingen over ga zeggen, heeft het over, hij vindt mij de éminence grise van de Nederlandse persoonlijke leiderschap, hele community. Nou, ik ben vereerd dat Huub dat zegt. En ja, het is zo dat je heel veel ervaring opbouwt en dat is, heeft heel veel waarde. Heel veel waarde. Je reputatie heeft enorm veel waarde. Een reputatie is als een boom. Die groeit langzaam en verder. En groter en groter en groter. Maar hij kan in 10 minuten omgezaagd zijn. Dus het goed onderhouden van je reputatie. Je kan af en toe beter niet verschijnen. Waar dan ook. Dan dat je verschijnt of je uit op een manier wat je reputatie aantast. Dus doe het rustig aan. Bouw een reputatie op. Maar dat is een enorm kapitaal. Een volgend kapitaal, wat we allemaal hebben in mindere of meerdere mate, zijn de relaties die je hebt. De netwerken waar je in zit. En ook hoe je daarmee omgaat. Er zijn vele manieren om dat te doen. Wat mij betreft, er is nooit een alternatief voor een echt persoonlijk contact. Tegelijkertijd, een dag als vandaag, ik sta hier heerlijk in de serre van mijn huis hier in Schoten bij Antwerpen. Ik heb vandaag, ik weet niet meer uit mijn hoofd, ik heb 2 interviews gedaan via gewoon audio opgenomen. Ik heb 3 Skype coaching gesprekken gedaan. Een heleboel mensen gesproken toen ik veel e-mails laatste hand gelegd aan dit webinar. Maar ik ben hier, maar ik ben all over the place. Ik heb vanochtend met Nieuw-Zeeland gesproken. Gisteravond hebben we ons Mindpower team bij elkaar gehad. Relaties hoeven niet fysiek bij elkaar te komen. Ik vind dat echt een misverstand over netwerking. Ons team van 5 zit eentje in Nieuw-Zeeland. 1 Menno die er denk ik geloof ik nu ook bij is. Als het zo is, Menno, zet even iets op de chat dat we weten dat je er bent. Zit 7 uur vroeger in Texas waar hij aan het studeren is. Volgende week vertrekt Mark naar Engeland. Paul woont in Barendrecht, blijft voorlopig in Nederland en ik zit in België. Dus 5 landen bij elkaar. En gewoon al die dingen, onze kennis en ons netwerk zit dicht bij elkaar. Ik ben echt van mening dat de kansen die liggen in cyberspace, op een manier zoals dit met elkaar te communiceren, en vele andere manieren, en ik weet dat daar heel veel ook, ja, belemmerende overtuigingen op zitten, maar zijn enorm. En tenslotte, last but certainly not least, wat jouw wijsheid waard is. Wijsheid en ervaring hebben natuurlijk een bruggetje, zo je wilt. Sorry, kennis en ervaring hebben een bruggetje naar wijsheid. Maar hoe meer je weet, althans dat ervaar ik, hoe minder je weet. En de wijsheid die je daarmee kan uitstralen, dat is een enorm kapitaal. Nou is het interessante, vind ik, althans voor deze 5 kapitalen, als we teruggaan naar die communicerende vaten, muntjes en mensen, dat muntjes alleen maar de eerste is, het financiële. En de menskant zijn die andere 4, kennis, reputatie, relatie en wijsheid. Dus je ziet juist in deze spannende tijden vaak dat bedrijven en organisaties geneigd zijn iets minder te investeren in de mens. En als ik nou van 1 ding ongelooflijk overtuigd bent, is dat dat de grootste fout is die er juist nu is. Hoe begrijpelijk ook vanuit de kostenkant. Want als je meer winst wil maken, en dat is nog steeds het spel zoals het gespeeld wordt, dan worden vaak mensen onder druk gezet. En als je die druk zou weghalen, wordt die resultaat, die financiële resultaten minder. Dus weer druk. Maar de enige manier om er echt uit te komen, is mensen zo bij te tanken dat ze uitstekend in hun vel zitten. En dan krijg je vanzelf betere resultaten. Simple comme bonjour. En dat zit in al deze aspecten. Als je vragen over hebt, schrijf ze op. En noteer vooral, ik nodig je uit, zoals met zoveel dingen, score jezelf op deze 5 kapitalen. 1 zijn de waardeloos. 10 zijn de fantastisch, 1 zijn de laag, 10 zijn de hoog. Hoe scoor je financieel, qua kennis en ervaring, qua reputatie, qua relaties en netwerk en qua wijsheid?
En laat daar, niet op dit moment, want daar hebben we nu de tijd niet voor, maar laat daar het verkeerslicht op los, straks, morgen, van wat impliceert dit voor jou in termen van waar ga ik mee stoppen, waar ga ik mee door en waar ga ik mee starten. Goed. Oep, ik ga de verkeerde kant eventjes op. Alright. Ik ben onder andere ongelooflijk excited. We hebben zeer kort geleden onze kanscollectie gelanceerd. Als je daar meer over wil weten, en ik zal er straks nog een paar keer over wat over zeggen. Er zijn mensen die eerder weggaan, mensen die later komen. Heel belangrijk om met je te delen. Dat is het eerste echte videoprogramma wat we af hebben. Los van de kunst van ontspannen concentratie. Heerlijk programma. 6 videodelen. Ik ga daar nu niet in detail over praten. Want als je gewoon naar de website gaat, dan zie je daar een button met dit logo erop. En kan je een heleboel informatie daarover krijgen. Goed. Grijp je kansen. Tegenslag en kansen. Het is waar. In het leven kan je de wind niet veranderen. De eerste zin uit mijn favoriete eerste boek, haal het beste uit jezelf. Moet de zeilen staan, bepaal jezelf. Voor de volle 100%. Oftewel, shit happens. En als iemand vanavond luistert die denkt dat het leven niet werkt volgens shit happens, wel, droom rustig verder. Jij en ik zijn hier, in mijn visie, in mijn vertaling, om een stage te lopen op deze planeet. We komen van boven, we zijn tijdelijk hier, we hebben een aantal fantastische ervaringen, we hebben vooral een aantal bijna onmogelijke ervaringen. En zonder dat je die laatste meemaakt, vertrek je hier niet. En ik vind het triest om dit te zeggen. En ik kijk nou dus 63 jaar deze wereld in, waarvan zeg maar vanuit professioneel, de 23e jaar nu Mindpower en daarvoor 17 corporate jaren, en ik heb nog niemand, helemaal niemand ontmoet waar shit does not happen. Dus join the crowd. Shit is the best manure. Hè? Mest is de beste manier om te groeien. Vanmiddag in het interview met Peter Faber, je zult het als volgend jaar februari in het boek uitkomt, dat ook lezen, is een van de mensen, het kan helemaal niet anders. Sterker nog, tegenslagen, dat is de basis van groeien. Maar hoe ga je ermee om? Of heb je de tools om ermee om te gaan? Een fantastisch boek vond ik en vind ik nog steeds, ex-Superman Christopher Reeve. Hij is er niet meer. Hè? Superman, hij viel van zijn paard en hij schreef dit boek, al lees je het nooit. Alleen de titel al, Still Me, hè? A Story of Enormous Depth, Honest, Intelligent and Compelling. I've rarely read anything as moving. Of het je nou moved of niet, maar de bottom line is, wat er ook gebeurt, je bent er nog steeds. Still me. Dan kan je alleen je hoofdbank een beetje bewegen. Je bent er nog steeds. Je lichaam zal het optimale doen en je systeem om dingen waar te maken. Nou, één disclaimer op dit punt. Een disclaimer wat niet alleen geldt voor dit webinar, maar voor alles wat ik met Mindpower in de wereld mag zeggen. Ik deel dingen die werken voor mensen die mentaal, fysiek en emotioneel behoorlijk gezond zijn. Sommigen van ons denken dat we 100% gezond zijn. Ik denk dat dat een complete illusie is. Maar het is leuk om het te denken. Er zijn in realiteit mensen die zijn niet mentaal, fysiek, geestelijk en emotioneel gezond. Een aantal van de tools waar ik over praat, die gelden niet voor hun. Die hebben een hele andere begeleiding nodig. Ik weet beter en beter dat ik inderdaad heel veel mensen enorm kan helpen en ik doe dat met hart en ziel en ik blijf dat doen. Ik merk dat in mijn coaching, in de seminars, in de e-programma's. Maar het is niet voor iedereen. Ik wil die disclaimer echt duidelijk zeggen, omdat een aantal mensen het bijna plezierig vinden om daarmee op af te tikken. En dat mag wat mij betreft, maar ik ben me dat buitengewoon bewust. Maar shit happens. Nu, tegenslag en crisis. Als we praten over grijp je kansen. Wat betekent dat dan tegenslag en crisis? Voor mijzelf heb ik 2 kinderlijk eenvoudige definities in de loop van de jaren neergezet. Een tegenslag is iets wat gebeurt in een moment. En het is een gebeurtenis. Een gebeurtenis op een bepaald moment. Maar tegenslag is nog in crisis. Crisis is als iets een periode doorduurt. Als er een periode van pijn is. Dus een financiële crisis, een huwelijkscrisis, een gezondheidscrisis, dat is een periode. Dus als mijn nieuwe boek gaat over tegenslag, is een tegenslag of juist een kans. Een tegenslag is een moment, een gebeurtenis. Het triggert op bewust, onbewust of onderbewust niveau van alles en nog wat in jouw systeem.
En vervolgens krijgen jij en ik de kans, als redelijk gezond denkende en levende mensen, om de dingen een betekenis te geven waar jij voor kiest. En ik herhaal dat. En ik herhaal dat even heel rustig. Lieve dames, beste heren, lieve vriendinnen en vrienden. Niets heeft een betekenis. Helemaal niets heeft een betekenis, behalve de betekenis die jij en ik er zelf aan geven. En ik weet, iedere keer als ik dit zeg, zijn een aantal mensen die nu thuis zitten. Ja, Benninga, jij hebt mooi lullen, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Dat mag je denken, dat mag je vinden, dat mag je jezelf wijs of onwijs maken. Het is een keihard feit. Niets heeft een betekenis, behalve de betekenis die jij en ik eraan geven. En als je ze dingen een betekenis geeft of kunt geven, en we kunnen vanavond maar een paar dingen benaderen. In de kantcollectie ga ik op een heleboel elementen natuurlijk veel en veel dieper in. En de crux is om je daarop te trainen, inderdaad die mentale en emotionele spieren te gebruiken, dat als een soort van zware koffer ergens staat, dan zal je die geneigd zijn op te pakken met je sterkste spier. Bij een aantal mensen is de sterkste spier de negatieve spier, de probleemspier, de tegenslagspier, de slachtofferspier. Want dat moet mij weer gebeuren. Ik ben voor een dubbeltje geboren, ik word toch nooit een kwartje waard. Je mag je dat zelf onwijs blijven maken, maar je kan voor precies hetzelfde geld, als je praat over dubbeltje en een kwartje, kwartje bestaat niet even met de euro, maar je kan jezelf ook juist wijs maken. En je kan dan zeggen, inderdaad, nou, dan neem je zelf een beetje in de maling. Dat doen jij en ik sowieso. De hele dag door geven dingen een betekenis. Dus als toch niets een betekenis heeft, behalve de betekenis die jij en ik eraan geven, kies ik ervoor, bij een tegenslag, want ook van alles en nog wat gebeurt in mijn leven waar ik niet op zat of zit te wachten, om de dingen een betekenis te geven, waar ik krachtiger door word, waar ik me optil naar een volgend niveau, en dat het ook geldt voor de mensen om me heen. En ik kan in woorden niet uitdrukken hoezeer ik je gun daaraan te werken. En gaat dat vanzelf? Nee. Ik ben daar decennia druk mee bezig. Door die hele brug te bouwen. Je ziet er een leuk plaatje, maar het is een complex iets om zo'n brug te bouwen. Van tegenslag naar kans. Je ziet in mijn lieve gezin. En de meeste van jullie weten dat Mary er helaas niet meer is. Mary, mijn lieve vrouw, is vorig jaar op 8 augustus... na anderhalf jaar een tsunami van kanker die steeds meer groter en groter werd, weggenomen door Almighty God. En ze zit nu op een betere plek, een minder gekke plek dan hier. Maar we missen haar natuurlijk gigantisch. Nicole, helemaal aan links in je beeld, woont met haar man tussen in Los Angeles. En Joyce woont in Amsterdam met Ricky. En het gaat eigenlijk ons alle vier goed, op een verschillende dimensie. Dat is een hele diepgaande ervaring om op veel te jonge leeftijd natuurlijk je partner te verliezen. Maar het gebeurt, er valt iets aan te accepteren. Het is wat het is. Het leven is wat het is. Het leven zit barstens vol met tegenslagen. Maar het is net als met, zeg maar, met badminton. Ik heb zo'n badmintonveertje. Ja, het hangt er vanaf hoe sla je dat tegen of tegen een tennisbal. Als je gisteren gekeken hebt naar Nadal, Djokovic. Een tegenslag is, hoe sla je dat tegen? We kijken allemaal naar alle mogelijke sporten. En het zijn allemaal komen ze op hetzelfde neer. Want hoe ga je met een tegenslag om? Er komt een bal aan, er komt wat dan ook aan. En hoe ga je daarmee om? Dat is waar het leven ons toe uitnodigt. En daar gaat dit webinar over. Het gaat erover om in respect voor jezelf en voor de ander om te gaan met wat het leven je ook als het ware aanbiedt. Wat je aangedragen krijgt. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou, dit is een heel eenvoudig riedeltje, maar goed om weer op te schrijven, om een fotootje van te maken, wat dan ook. Of een herhaling later naar te kijken als we je de link sturen volgende week. Alles start met de gedachte, bewust of onbewust of onderbewust. Die gedachte wordt altijd omgezet in een actie. En non-actie is ook een actie. Als je acties herhaalt, krijg je gewoontes. En als je vasthoudt aan die gewoontes, krijg je een persoonlijkheid, een karakter, een attitude, een mentaliteit en een cultuur. Dit zijn vier domino-steentjes die gewoon omvallen. En aan het eind, that's the game. Dat is het spel wat jij hier speelt en wat ik hier speel. En dan zit daar natuurlijk het hele veld omheen waar we nu niet op ingaan. Van gedachten en emoties en gevoelens. En wat komt eerst? Hele grote verhalen over te houden.
In mijn visie overigens kan ik rustig wel met je delen. Op het diepste niveau waar het ook vandaan komt, geprogrammeerd, DNA, geërfd. Er is een gedachte en die gedachte is als het ware het voorschrift wat in de ultieme apotheek van jouw leven, zijnde jouw lichaam, de emoties aanmaakt, de gevoelens aanmaakt die jij ervaart. Maar dat is voor een andere keer, is een groot thema voor nu even 1, 2, 3 in dit webinar. Voor we naar de eerste break gaan en ook vragen gaan beantwoorden direct na de break, wil ik 4 break mogelijkheden bespreken, weet je. Maar dat zijn dan niet break mogelijkheden in de zin van dat we naar de break gaan. Het zijn, er verschijnt nu iets aardigs. Ik moet even op een knopje drukken. Ja, daar komt de eerste. Het is 4 mogelijkheden. Here we go. Een beetje jeuk aan mijn neus, sorry dat ik eraan zit. De eerste is een breakdown. Heel veel mensen hebben een breakdown. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die hebben een burn-out. We hebben er allemaal mooie Engelse woorden voor en het gebeurt. Je ziet het niet meer zitten, je hebt weinig energie, het lukt niet meer. Je zit te wachten op nieuwe business, je zit eigenlijk te wachten op een telefoontje of een mailtje dat iemand je hulp vraagt. En tegelijkertijd ben je als het ware blij als ze niet gebeld wordt en geen mailtjes binnenkomen. Je hebt gewoon rust nodig. Het is genoeg. You break down. Een boel mensen maken dat mee. Dat is 1 mogelijkheid hoe je een tegenslag kunt verwerken en daarmee omgaan. Een tweede mogelijkheid is, you break things apart. Dat is eigenlijk als je praat over doelstellingen. De oude verhaal van een marathon loop je stapje voor stapje. Een olifant eet je hapje voor hapje. Een doelstelling breek je down in stukken. Als je een jaarplan hebt waar je 120 wil halen, dan dien je gemiddeld iedere maand 10 te halen. En als je dat niet haalt, dan zijn op een gegeven moment in opgedeelde stukjes actieplannen dienen te maken. Veel te veel mensen, ik zie dat ook in bedrijven, we liggen nog achter op plan, we hebben nog 4 maanden te gaan, maar we halen het wel. Garbage! Je dient het op te delen en zien hoe ver ben je. Je kan niet een marathon lopen waar je 8 uur over mag doen en na 7 uur tot de conclusie komen dat je 20 kilometer gelopen hebt en dan zegt, dat 1 uur wat ik nog heb, ga ik eventjes ruim 20 kilometer gemiddeld hardlopen. Het gaat niet werken. Dus vroegtijdig break things apart. Ik ben al een hele tijd was ik ook van plan om weer een webinar te geven. Overigens de reden, laat ze natuurlijk raden. Het 1,5 jaar van het hele ziekteproces met Mary had ik wel wat anders aan mijn hoofd. Want een ultieme test was of Mindpower werkt. En je kan je vertellen, het werkt als de brandweer. En afgelopen jaar heb ik een heleboel dingen rustig verwerkt. Ik vond het heel fijn om dit eerste webinar te combineren met het lanceren van de kanscollectie. En het gewoon in stukjes opgedeeld. En dat werkt. Dat is een hele goede manier om een doorbraak te maken. Breakdown is geen verstandige manier om een doorbraak te maken, maar het werkt vaak, ook voor mensen. Dat ze helemaal tot de bodem vastzitten en dan weer terugkomen. Break with, break from. Is ook een effectieve manier. Het is het doorbreken van patronen. Hou nou eens een keer ergens mee op. Ik ben zelf nu tot de conclusie gekomen. Ik was heel lang te zwaar. Ik waai nog steeds niet weg als ik op straat sta. Maar ik ben de laatste paar maanden ruim 13 kilo heb ik teruggegeven aan het universum. Ik heb het niet meer nodig. Ik ben gestopt in grote lijnen. Dood eenvoudig met te veel koolhydraten eten, te veel zoet eten. En het vraagt een stukje discipline. En ik breek gewoon met bepaalde dingen. Ik breek met te weinig emotioneel uitdrukken wat ik eigenlijk van dingen vind. Ik breek met als iemand mij vraagt, alles goed, om daar ja op te zeggen. Dat doe ik overigens al 25 jaar niet meer, want het is de meest schandalige vraag die iemand kan stellen. En daar kom ik straks nog even op terug, want het is zo'n stokpaardje van me geworden. Maar break with, break from, je patronen doorbreken, dingen op een andere manier gaan doen, is een hele effectieve manier om een breakthrough, een doorbraak te maken. En ten vierde, break up, break out. Je houdt er gewoon mee op. Het is genoeg. Het kan zijn dat je met een business stopt, met een relatie stopt, met een manier van leven stopt, stopt met waar je woont. Legio ingangen zijn daar te vinden. Nou, schrijf eens even rustig op. Laat dit heel erg goed op je inwerken. Ik zet ze even goed leesbaar hier onder elkaar. En ga maar eens kijken, wat is eigenlijk jouw strategie in het maken van een doorbraak? Is het de breakdown? De break apart, het opdelen in deeltjes, dat het makkelijk te realiseren is.
break with, from, patroon doorbreken. Of zeg je gewoon, ik stop er helemaal mee. En als het vragen oplevert, schrijf ze neer en we gaan dan zo op terugkomen. Ik wil nogmaals benaderen, je ziet in welk tempo en hoe graag ik dingen met je deel. Maar we doen een beetje cherrypicking. Ik haal een paar dingen uit de hele filosofie van hoe je je kansen kunt grijpen. Ik heb trouwens ook een gratis e-book voor jou klaar liggen. Grijp je kansen op de website. Aan de rechterkant staat daar gewoon een button. Kan je hem ook dat weer ophalen. Dus haal het op, zit veel informatie. Niet alle informatie, maar een behoorlijk stukje informatie. Heel veel informatie staat, als je mij toestaat, heel even iets te zeggen over de kanscollectie. Mega trots op. 6 videoprogramma's en een introductie. Introductiefilmpje vind je op de pagina met informatie erover. Als je naar de site gaat, naar Button Kanscollectie, kom je op die pagina. En voor vanavond, ik zeg het een paar keer omdat mensen later komen die er weggaan. Dus als je stoort, is dat een keuze die jij mag maken. Prima, maar ik wil iets heel speciaals voor je doen. Als je gaat naar www.mindpower.nl/webinar, dan kom je op een speciale, hele andere pagina dan de normale pagina. De normale pagina kopen mensen dit product voor 197. En omdat jij hier vanavond bent, bied ik je voor de komende week tot 10 dagen, afhankelijk hoe lang we de herhaling laten lopen, dit programma aan voor €97. Ga rustig naar deze site, ga het allemaal lezen. Je ziet er heel veel testimonials aan van mensen, hoe ze allemaal van genieten. En doe er je voordeel mee. Als je je vrienden en de relaties ook van deze unieke aanbieding wil laten gebruikmaken, ik vind het prima. Dus omdat jij hier bent, vanuit jou mag je daar met jouw mensen gebruik van maken. Volgaarne. Goed, zoals je iets doet, zo doe je alles. Ik hoop in het eerste half uurtje, wat we nu net afgerond hebben, dat ik je eventjes flink heb mogen triggeren naar wat dit een aantal dingen bij je losmaakt. We nemen even een break van een paar minuutjes. Ik zet even een muziekje aan en stuur wat vragen op als je dat wil. Ga je naar het toilet, pak even wat te drinken en we gaan precies over 4,5 minuut gaan we verder. Dus om 10:37, dan starten we de boel weer op en ik heb hier even een lekkere muziekje voor je.